We hebben hier pellets ondergelegd. Daar overheen hebben we platen hout gelegd. Er ligt vloerbedekking, er staan banken en er is een kachel. Alles wat ze nodig hebben is aanwezig, maar het went niet. Het voelt alsof het op je vakantie bent, maar op een gegeven moment begint het te irriteren. Het is niet te beschrijven. Kijk, op een gegeven moment wil je naar huis, maar je kan niet meer naar huis. Op kerstavond raakten ze alles kwijt toen een grote brand uitbrak in een woonboerderij. Een grote klap, maar dat ze nu 10 maanden later nog steeds geen huis hebben, hadden ze niet verwacht. Ik ben wel heel makkelijk. Alleen, ik zie wel heel erg tegen de winter op. Dus ik hoop gewoon dat het van de winter een beetje te doen is, dat het niet heel erg koud wordt. Daar zie ik heel erg tegenop, tegen de kou. Ja. Marga moet nog steeds de hypotheek van haar afgebrande boerderij betalen. En daardoor is het voor haar onmogelijk om daarnaast een andere woning te huren. Ik heb geen inkomen. En mijn zoon werkt dan bij mij. En die betaalt dan wel gewoon ook zijn kost geld en alles. Maar dat redden we niet extra om dat allemaal extra te gaan betalen. Deze week hoopt ze een akkoord van de verzekering te krijgen en er eindelijk begonnen kan worden met de bouw van een nieuwe boerderij. Je durft daar helemaal nog niet aan te denken. Je verwachtingspatroon is heel laag. Eerst zien, dan geloven allemaal.